Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuw filmpje van Moeskuurders.nl. Ik ga weer een candy kit proberen en dit keer is het de Pachi Pachi Wata Jelly. Ik vind hem er heel erg vrolijk uitzien met schattige poppetjes en het filmpje wat ik ervan zag was heel erg gek. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij staat op de site Moeskuurders.nl, dus als je benieuwd bent en hem zelf ook wil gaan proberen, kun je daar een kijkje nemen. En nou, kijk mee! Dit zit erin, een rond bakje, een zakje met nummer 1, een zakje met nummer 2 en een lepeltje. Ik doe eerst water in het bakje. En daar doe ik zakje met nummer 1 in. Dit is heel gek. Dit is een soort suikerspin. Het zakje met nummer 2 gaat erbij in. Het ruikt naar grape en eigenlijk ruikt het naar de Dodotto, waar ik al eerder een keer een filmpje van heb gemaakt. Het knetteren is nu bijna gestopt en het is een gek jelly goedje. En nu moet het heel even in de koelkast, ongeveer 10 minuutjes. Dit is het resultaat, een jelly puddingje. En hij is echt super jelly, want ik kan hem boven mijn hoofd houden en hij valt niet. Het is super jelly en ik ga proberen een klein hapje, want ik vind het wel spannend. Het is echt een puddingje, het is echt een jelly hapje met grape smaak. Eigenlijk proeft hij heel erg als de Dodotto en de Nero Nero Nee met grape smaak. Ja, zoet, heel gek. Voel in je mond. Het knettert ook nog een beetje. Maar het is wel heel erg best wel lekker. Ik zou het niet elke dag eten. Maar nou, voor een keer te proberen. Het was een wat simpelere kit, deze Pachi Pachi Wata Jelly. Maar wel leuk om gewoon een keer gedaan te hebben. De smaak is goed en het resultaat is heel erg grappig en glibberig en jelly. Leuk om te maken. Hij staat op de site moeskuurders.nl. Dus als je het ook wil proberen, dan kun je hem daar bestellen. Super bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En tot de volgende keer. Doei!